ben Harry Voren en mijn passie is Spanje en Spaanse muziek. Ja, hoe het eigenlijk gekomen is, die passie voor Spanje en Spaanse muziek, Spaanse pianomuziek, is heel moeilijk. Het is een gevoel. En als je in Spanje bent plotseling, toen ik in Spanje was, realiseerde ik me dat gevoel. Dat ik altijd me verbonden heb gevoeld met Spanje, Spaanse mensen. Ik had ook al een tijdje Spaanse les genomen om me voor te bereiden op mijn studie in Barcelona. En toen had ik het al gemerkt. De affiniteit, die merk je op het moment. Je weet dat je hem altijd geweten hebt. Maar op het moment dat je ermee bezig gaat, herken je het. Wordt het je bewust. Maar vroeger heb ik ook altijd wel voorliefde gehad voor Spaanse melodie. Dat is een heel bekend Spaans melodisch gegeven. Dat is dit. Het komt overal in voor. De meeste mensen kennen het zo. Zullen het kennen? Bésame mucho. Hey. Maar het is ook bij Granados. Maar een ander stuk van Granados is dit. Queja Salamagero, señor. Zelfde melodiek. En dan... Of... dat komt dus heel veel voor. En toen ik jong was, voordat ik op het conservatorium zat, was ik erg jong. Jaar of 14. Toen speelde ik dat meisje in de nachtegaal. Maar niet van muziek. Ik had het blad muziek niet. Maar ik speelde het ook in de verkeerde toonsoort. Maar ik deed het. Gewoon, omdat ik het zo mooi vond. Kenmerken van de Spaanse muziek. Ja, Spaanse muziek is toch wel een speciaal gebied in de muziek. Maar ook Hongaarse muziek in die zin. Het is, je hebt de nationaal muziek. En de nationaal muziek die is meestal gebaseerd op volksmuziek. En de volksmuziek in Spanje is heel verschillend in elke provincie. Catalonia, je weer andere in Asturias. Maar de echte nationaal muziek zoals wij die kennen, van Spaanse oorsprong en wat men ook zegt van de Spaanse muziek, dat is dan altijd de flamenco muziek natuurlijk. Dat is de meest bijzondere, meest kenmerkende muziek. Dat is, we kennen het allemaal. Taconeos. Taconeas en al dat soort dingen. Maar het is net zo'n product geworden als de stierengevechten, la corridas. Maar de Spaanse muziek, zowel de kunstmuziek, is heel erg doortrokken van de elementen van de flamenco. Heel veel dingen zijn gitaarimitaties, zoals bij de Falla in de Danza del Molinero. Dus geeft het weer op een andere manier vorm. Dat is Rasgado op de gitaar. In een zigeunerdans. Als Van Nango de Candil. Maar de invloed van de zigeunermuziek. Of zigeunermuziek is het niet alleen. Het zijn voornamelijk ook de Spanjaarden, de Joden en vooral niet te vergeten de Arabieren die invloed hebben uitgeoefend. En die Arabische sfeer, dat is in dat stuk wat ik net speelde. Dromerstuk Azulejos
van Albanië. Dat je steeds die monotone, die transachtige toestand komt doordat hij steeds dezelfde grond aanhoudt. Maar dat heb je ook in het eerste stuk van de Iberia Evocación. Steeds deze bas. Steeds dezelfde bas. In Malaga. Deze bars. En elk stuk van die Iberia, van Albanië, is dat heel sterk. Steeds maar dezelfde grondtoon. Dat geeft dat monotone en dat Arabische sfeer. Ook die trillers. Het is eigenlijk, het is geen triller zoals wij hem kennen. Het is een soort van vibrato, wat de Arabieren kennen. En eigenlijk is het een halve toon of een hele toon, maar de Arabieren kennen ook nog kwarttonen. Die kennen wij niet. Ja, het was natuurlijk een buitenkansje dat ik in Barcelona kon studeren. Zeker bij Alice La Rocha, wat is nou een van de 10 wereldsterren is op pianogebied, die ook helemaal geen les meer geeft. Ik ben een van de weinig bevoorrechten die gewoon elke dag, elke week, een vaste dag in de week, ging ik naar pianoles. Had ik een uur, soms 2 uur les. En met de autobus, ik woonde dan in Barcelona. En dat is natuurlijk een voorrecht. Ik had een staatsbeurs gekregen. Toen ik daar heel lang, of heel lang, ik heb daar minstens 9 maanden wel gestudeerd, heb ik het besloten met een concert, een recital, want Alicia vond het goed genoeg, mocht een recital. Werd ook wel gezegd, denk erom, je gaat nu voor het eerst je concert in Spanje geven, degene... Victoria de Los Angeles was degene en die is hier vandaan een wereldcarrière gestart. Nou, dat is bij mij gelukkig zo vaak, heeft dat niet gelopen. Maar men was toch wel in die tijd te spreken over hoe het speelde. Maar het was een heel leuk concert. Het was erg warm, weet ik nog wel. Het was 5 uur 's middags. Ik begon gelijk met de corridas, de toros. De stierengevechten. En alles, het was zomer, het was in juli. Alle ramen moesten dicht vanwege het lawaai van het verkeer. En de dames zaten met waaiers. En het was ontzettend heet. Alicia die stond na elk nummer me op te wachten met oude klonje om mijn gezicht af te wassen. Dat weet ik nog wel. Dit is een van de allermooiste stukjes uit van Arthur Legos. Het laatste werken van Albanië. En het is net of er een magier met zijn toverstaf komt.